Ja, dank u wel, geachte dames en heren. Dank voor de gelegenheid dat ik me hier namens RTV Slingeland tot u mag richten. Ik ben sinds januari voorzitter, de nieuwe voorzitter van RTV en voor de meesten dus een nieuw gezicht. Ik had hier graag gestaan met mijn medebestuurder Jan Bent, maar hij is toevallig ook voorzitter van OBW en die vergaderen vanavond, dus hij kan er niet bij zijn. Waarom sta ik hier? Wat is het probleem? Ik begin even met een klein uitstapje. Wat is de toekomst van de lokale radio en tv? Komen er streekomroepen, gefinancierd door het Rijk? Komt daar dan extra budget voor? Blijven de gemeenten medefinancieren? Blijft het publieke bestel überhaupt overeind? Of gaat er op grote schaal gekort en opgedoekt worden? In Den Haag lopen de meningen hierover uiteen, dat weet u allen. En op dit puntje kom ik straks nog even terug. Maar wat doe je dan als organisatie in zo'n onzekere wereld? RTV heeft ervoor gekozen om samenwerking te zoeken. Om te professionaliseren, dus leren en doorontwikkelen. Helaas kwam de samenwerking met de collega's in Aalten en Oost-Gelre niet van de grond. Daarom op zoek naar een andere partner, te weten Regio 8. Inmiddels is door de brancheorganisatie NLPO, ik hoop dat u die organisatie kent, dat is een brancheorganisatie. Door die organisatie is een kwartiermaker ter beschikking gesteld om het proces te begeleiden. Gesprekspartners zijn op dit moment Regio 8, Radio Ideaal, dat is Bronkhorst en Lochem, en RTV Slingeland. Nou, deze keuze en route is min of meer door u als gemeenteraad onderschreven door het amendement van mevrouw Prinsen, dat ik hier even kort samenvat. Werk samen, professionaliseer en dan zijn wij bereid daar wat extra geld voor vrij te maken. Nou, zou je zeggen, zo gezegd, zo gedaan. En recent hebben we overleg gehad met wethouder Metaal. Uit de doeken gedaan waar we staan. We hebben perspectief op financieel gebied. Alleen de redactiefunctie behoeft professionele invulling. Dit is de kern van de organisatie en daar moeten we wat mee. Enerzijds om de samenwerking met de andere partijen ook praktisch te kunnen invullen en waar te maken. En anderzijds willen we als omroep graag meer impact hebben. Het is nu, zeg ik even onherbiedig, wat loszand, radio en tv, door ook meer in te zetten op sociale media. En door zo'n redactiefunctie kan je meer en een betere nieuwsvoorziening hebben. Onbelangrijk is er een unieke kans dat daar invulling aangegeven kan worden door een geschikte kandidaat journalisten, die bereid is voor dat geld aan de slag te gaan. En dat kunnen we combineren met stagiaires en werkervaringsplaatsen door mensen die nu in de bijstand zitten. Dus allemaal prachtig zou je zeggen. In het gesprek met de wethouder hebben we ook stilgestaan bij een dilemma. En dat ziet er als volgt uit. In het amendement staat dat we een overeenkomst moeten overleggen waar het samenwerkingstraject... een overeenkomst moeten overleggen waarin alle afspraken instaan. Maar zo'n samenwerkingstraject wat we net gestart zijn, ja, dat rond je niet af in een paar weken of een paar maanden. Je gaat niet over één nacht ijs. En zeker helemaal niet, omdat er, wat ik net vertelde, al die fundamentele onzekerheden op de achtergrond zitten. We hebben ervoor gekozen om met elkaar aan de slag te gaan met gesloten portemonnee en vertrouwen met elkaar op te bouwen. En door die fundamentele onzekerheid wil Regio 8 eigenlijk pas een overeenkomst tekenen. Als ze zeker weten dat er extra financiering uit Winterswijk komt. En Winterswijk wil pas tekenen als die overeenkomst er ligt. Dus op die manier zitten we in de klem. Nou, dat is het onderwerp van gesprek geweest bij de wethouder. Begin deze maand. Excuus. En de reactie van de wethouder luidt,
Aanspraak op deze middelen is pas mogelijk als een schriftelijke overeenkomst is opgesteld met regio 8. Nou ja, dat was voor ons een erg teleurstellende mededeling, want dan komen we dus niet uit die klem, dan komen we niet uit, komen we niet verder tot een oplossing. En de wethouder had gezegd, ik wil dus 14 dagen over nadenken en dan is er ook gelegenheid om met het college te praten en met indieners van de motie te sonderen. En na dit antwoord dachten wij van ja, dat is dan toch wel een erg luid en duidelijk nee van de kant van... U heeft 5 minuten en daar bent u inmiddels excuses. Een stukje overheen. Dus ik ga het afronden, dank u. Dus wij zeiden van nou, dan, wat rest ons dan nog? Nou ja, dan kan je, zoals het er zo mooi heet, een voorproefvatbare beslissing vragen. En natuurlijk naar de raad gaan, want... Ja, dat is dan de optie die open ligt. We hebben overigens ook nog, dat heeft u bij de stukken aangetroffen, in de bijlage 4, de proef op de som genomen en een meest minimale conceptovereenkomst opgesteld. En de reactie daarop van regio 8 was, daar moet tenminste nog een passage in waarin verwezen wordt naar... een beleidsnotitie van ons waarin staat dat er meer geld moet komen van de gemeente als we mee gaan doen. En natuurlijk is zoiets onacceptabel voor de gemeente Winterswijk en dat snap ik ook. Dus eigenlijk wat we al een beetje voorspeld hadden is zelfs nu op korte termijn ook nog bewaarheid. En daarom kom ik tot mijn conclusie, voorzitter. Ja, heel goed. Ik zag u al. Het verzoek aan u is om die cirkel, die klem waar we in zitten, te doorbreken door uit te spreken dat het ontbreken van een formele overeenkomst geen beletsel is, dat er voor het college ruimte is om te handelen naar de geest van het amendement en de gereserveerde middelen vrij te maken ten behoeve van de samenwerking en professionalisering zoals er ons voorgesteld. En dat, zodra die kwartiermaker haar werk heeft afgerond en de fase van formalisering is bereikt, de conceptovereenkomst met de gemeente wordt afgestemd. Daarmee zegt u dan dat de intentie en het gedrag en de verantwoording van RTV Slingeland op dit moment volstaat of voldoende is. En het proces van samenwerking is gestart en nader wordt uitgewerkt en ingevuld. Mijn collega Bent zou hebben gezegd, geef ons dat vertrouwen en we hopen op uw steen te mogen rekenen. Dank u wel. Dank u wel. En opgenomen, niet eerder uitbetaald, wordt dan de gesprekken hierover afgerond zijn en hebben geleid tot een verdere kwaliteitsverbetering. U vraagt, als ik het concreet hoor, eigenlijk om een wijziging daarin. En dan met name om vanuit de geest te denken, vanuit vertrouwen, dat om verder voor te zetten. En u had het ook over dat er dan eventueel, als ik het goed begreep, nog meer geld bij zou moeten. Om hoeveel praten we dan als het gaat over meer geld? Nou, dat laatste zou natuurlijk heel mooi zijn, maar dat was niet mijn verzoek. Het gaat mij er echt om dat de middelen die genoemd zijn in het amendement, die in de begroting zijn opgenomen, daadwerkelijk vrijvallen. Ja, en het gaat dus echt om dat formele beletsel van er moet nu een contract liggen. Gaan we naar mevrouw Prinsen. Dank u wel, voorzitter. Begrijp ik goed dat... regio 8 die wil pas tekenen op het moment dat zij zeker weten dat u de middelen krijgt en de gemeente wil pas de middelen beschikbaar stellen als die overeenkomst ligt. Dat klopt, ja. Op het moment dat er, maar er is wel op dit moment een bereidheid van beide kanten om een overeenkomst te tekenen waarin wordt aangegeven dat jullie gaan samenwerken en wat die samenwerking in elk geval in eerste instantie inhoudt. Ja, die bereidheid is er, maar ik heb net geschetst hoe de onzekerheid is. Dus op het moment dat partijen aan tafel gaan zitten, gaan ze allemaal extra wensen op tafel leggen. Wat ik net even schetste over dat voorbeeldje van dat contract. Dan komt er meteen, ja, maar wij willen dan alvast nu wel dit vastleggen. En wij willen nu ook alvast dat vastleggen. Dus je komt in een soort spel terecht, wat niks met de concrete samenwerking te maken heeft, maar... Ik wil me verzekeren van mijn positie naar de toekomst toe. En dan, dan ben je zo maand aan het overleggen en dan is het jaar voorbij en dan is RTV Slingeland over. Maar er zal wel een overeenkomst getekend kunnen worden waarin in elk geval de intentie wordt uitgesproken dat de samenwerking op een aantal punten plaats zal vinden. En volgens mij zou er dan best een oplossing kunnen zijn door
desnoods die overeenkomst en de subsiediebeschikking in elkaars bijzijn te steken. Met de vraag, mevrouw. Klopt dat? Klopt dat dat dan de oplossing van het probleem zou kunnen zijn? Dat zou zeker een oplossing voor het probleem kunnen zijn. Vermits uw raad aan de wethouder meegeeft daar dan tevreden mee te zijn. Want het amendement is niet gewijzigd. Dus dan moeten we met elkaar wel afspreken dat bestuur en raad hetzelfde zeggen. Woord dus aan de heer Van Beek met een vraag. Ja, een vraag. Ik vraag me even af, waar zit nu de urgentie? Bij die journalist of bij het afronden van het contract? Of is het voortbestaan van RTV Slingeland in gevaar doordat de liquiditeit in gevaar is? Waar zit hem het gevaar en waar zit hem echt de vraag voor het geld? Net Steeg. Zeg maar, u weet zelf, stilstand is achteruitgang. We zitten nu in de aanloop naar, we willen graag RTV in de positie brengen dat als straks die streekomroep er komt, wij daar een onderdeel van uit gaan maken en dat het nieuws uit Oost-Achterhoek ook ingebracht blijft worden, omdat hier een organisatie of in de buurt is waar je op gaat terugvallen als streekomroep. Dan moet je hier wat hebben staan, dan moet dat gezond zijn. En dat is waar wij naartoe willen werken. Dus wij zitten daar positief in. Het is zo dat als dat extra geld niet komt, wij niet onmiddellijk omvallen. Maar dan valt wel alle energie uit onze organisatie weg. Want ja, je hoopt eigenlijk serieus genomen te worden en ondersteund te worden door je gemeente. Maar als dat niet zo is, ja, dan moet je toch afvragen hoe we dan verder gaan. Want dan is het toch zo dat, wat ik dan maar even noem, het spel om de knikkers wat door de grote partijen gespeeld wordt, boven ons zich afspeelt en wij dan in stilstand hebben en eigenlijk niet verder komen. Dat is voor mij de grootste zorg. Ja, een volgende vraag, meneer Van Beek. Heeft u wel de zekerheid dan dat als de samenwerking doorgaat, dat die journalist die u nu contracteert, ja, dat die overgenomen wordt dan in het nieuwe systeem? Of is nee, dat ook, sorry, nee, dan moet ik dan misschien even toelichten, excuus. Wij gaan niemand in dienst nemen, hè. Dat is levensgevaarlijk. Dus het enige wat wij gaan doen is gebruik maken van een freelancer. Die we zeg maar op die manier kunnen inzetten. Want we kunnen geen langjarige verplichting aangaan. Dat is allemaal niet aan de orde. Het gaat er echt om dat we, nou ja, zeg maar, we verzamelen een hoop informatie, maar we kunnen het niet goed, zeg maar, ook via internet en via sociale media bij de mensen in de Winterswijk brengen. En we zouden eigenlijk meer community vorming willen hebben, dus dat mensen ook weer gaan reageren op die sociale media en dat je daardoor meer impact hebt. Nou, dat zouden we graag willen bewerkstelligen. En daar kunnen we dan straks in de onderhandelingen en ook de gemeente natuurlijk zijn voordeel mee doen om te zeggen van zorg ervoor. Als je een concessie wil krijgen van onze gemeente, dat onderdeel in ieder geval een plekje vindt in de organisatie. Andere nog behoefte aan vragen aan de heer Steeg? Dat is niet het geval. Dan dank ik u voor uw inspraak en sluiten we dit agendapunt af.